FC Lisse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Meer, administratiekantoor, administraties, jaarrekeningen, inkomstenbelasting, belastingadvies. Thank you.
persoonlijk, want een spits die scoort, die voelt zich altijd heerlijk. Ja, klopt. Heerlijk, man. Dus eigenlijk jammer dat het nu winterstop is, want we zitten er eigenlijk net lekker in. Ja, maar goed, kun je nog even omschrijven de doelpunten die je vandaag maakte? Ja, de eerste denk ik echt een spitse goal. Kwam een beetje in een scrimmage via de corner. En ja, ik denk dat ik beter reageer dan mijn tegenstander. En ik jas hem er gewoon in met links. Ja, de tweede was echt een mooie. Ik denk een kopie van tegen Achilles. Bij de eerste paal kom in de corner en ik kop hem in. Alleen dan van de andere kant. En ik zat er nog twee keer dichtbij, maar helaas. Twee is ook mooi. Dan het team, want dit is vooral een teamprestatie. Want onderschat Dover niet, dat is gewoon een hele goede ploeg, hè? Nee, is een hele goede ploeg. Ze hadden niet voor niets zes wedstrijden of vijf wedstrijden achter elkaar gewonnen. Dus we hadden een leuk plan bedacht en dat pakte volgens mij goed uit. Wat was het plan? Dat mag je nou bekendmaken, toch? Ja, überhaupt gewoon iets meer inzakken. Maar we lieten hun rechterkant eigenlijk een beetje open. En daardoor kregen wij daar ook heel veel ruimte om daar uiteindelijk de ballen vast te houden. En, we speelden eigenlijk gewoon echt vanuit de counter ook een beetje. Ja, ik zei al, teamprestatie. Iedereen deed vandaag zijn best een 3-0 winnen. Dat geeft een heerlijk gevoel straks richting de kerst. Maar we gaan even uitrusten. Heb je dat ook even nodig? Nou ja, ik had gisteren ook de bruiloft van Hanne, dus uitrusten heb ik wel even nodig. Maar wat dat betreft is het zonde dat het nu winterstop is, maar het is wel even lekker om een paar weken even rust te nemen van de voetbal. Oké. Misschien wil je nog wat zeggen naar de kijkers toe voor het nieuwe jaar? Ja, allemaal een heel sportief en vooral gezond 2019 gewenst. En we zien jullie graag weer in 2019 terug en we gaan deze lijn lekker doorzetten, dus prettige dagen allemaal.